Goedemorgen, Geertje. Dit ziet eruit als een klein laboratorium. Doe me een beetje terugdenken aan de tijd van Crazy Daisy, dat we onze eigen boiler aan het maken waren. Oké. Oké, maar dat is voldoende. Maar... Nou ja, dat moet gewoon boven nul zijn. 32 graden is vrij warm, dan gaat het verdampen. Daarom. Dus wat heeft hij gedaan? Nee, niks denk ik. Hij is 112,35. Dan heeft hij iets van 5 ampère, een halve ampère gebruikt. Ja. Netjes. Geertje is bezig met een soort Pietje Bel oplossing voor het bevroren water van de kippen. Ja. Pietje Bel? Nou ja, malle Pietje. Het zijn twee pietjes. Nou, Willy Wortel had gezegd. Oké, okay, Willy Wortel. Verleden, maar Willy, nou ja, weet ik veel. Maar deze is ook leuk. Hey. Dit is ook leuk. Oké, okay, wat is leuk? Ah, dat is een lamp die zijn klant wilde wegmikken. En die heeft hij gewoon... zal er niet in kijken. Kijk eens even. Oké. Okay. Die wilde die wegmikken? Ja. Nou ja, niet te geloven, joh. Dat is eigenlijk een autolamp. Daar heb je een stekker aan gemaakt, begrijp ik. Is het een 12 volt? Het is 12 volt, ja. Nou, netjes. In ieder geval heeft Geer een oplossing om het water te verwarmen in het kippenhok. Maar hoe die dat dan gaat verdelen, is natuurlijk nog een probleem. Of een uitdaging. Want de pan die daar nu in staat, die voedt een klein reservoir met een vlotter. En als je de pan verwarmt, dan gaat de vlotter bevriezen. Verwarm je de vlotter, dan bevriest de pan. Dus het moet één systeem worden. Ja. Even kijken hoe, dat hoe we dat gaan regelen. Precies. Nee, maar in ieder geval, dit werkt. Stap 1 werkt. Dat is een... Wat is dat? Thermostaat. Aha. Dus die, die kan ik ergens in het water hangen. En dan deze erin. Ja, dat hij uitschakelt op het moment dat hij... Hij moet 5 graden blijven. Dus dat hij ja, dat hij niet gaat koken. Dat, je, ja, dat de kippen alvast kippensoep drinken. Ja, dan heb ik dus een 5 liter jerrycan met water. Met water gedaan. Dat zie je, ik geloof 1,5 uur nu. Ja. En dan zou het 35 graden dus. 1,5 uur fijn. Dat is niet nodig. Nee, precies. Want dan gaat het verdampen. Dan moet gewoon boven het vriespunt blijven. Precies, 5 graden of zo. Dat ook in het stroomverbruik. Ja. Hebben we daar ons bankstel voor gekocht? Zitten we weer in de auto. Nou, kerst is achter de rug. Oud en nieuw komt er nog aan. De sneeuw is weg. Als een pech, de sneeuw is weg. Nou, vinden wij geen pech hoor. We gaan even oude spulletjes wegbrengen naar Erik's helpen. Dat is zoiets als Ter de Zon. Goeie doel. We gooien spullen nooit weg. Dat gaat altijd naar hun toe. Tenzij het kapot is, uiteraard. En dan gaan we even kijken voor een plantje of een kaarsje voor de buf. Want die heeft ons vanmiddag uitgenodigd voor een soort Christmas afterlife party of zo. Geen idee. Dat is onze 93-jarige buurvrouw, die vindt dat leuk. En bakt taartjes. Maar Geert die gaat vanmiddag ook nog even werken. Even tussendoor, we zouden vrij hebben, maar zijn klant heeft hem gevraagd of hij toch nog even wil komen. Morgen ook. Helaas pindakaas, maar ja, dat doe je voor je klanten. Maar nu laat ik jullie even de saaie weg zien. De vieze, nattige saaie weg. Die af en toe ook nog wel platen ijs heeft. Dat is ons uitzicht. Zeg zelf wat je mooier vindt. Witte wereld of dit. Oh, het sneeuwt. Natte sneeuw.
eerst bij de Sup. Liefst Medelaffaire. Even kijken of we zalm kunnen scoren. Want we hebben gisteren een potje opengemaakt met de gekende zalm. En die was dus zo ongelooflijk lekker. Dat we zoiets hebben van... dat gaan we meer doen. Zalm. We gaan op zalmjacht. Zie jullie zo. Geen zalmvilla's. Oké. Nou, dat was de Lido. Er was geen zalm. Helaas. Helaas. Uiteraard hebben we wel andere dingen meegenomen. Zoals het altijd gaat. Ja, je loopt er niet uit van, nou dan niet. Nee, dan is het handig om toch het een tanden mee te nemen. We gebruiken een liter melk per dag minstens. Dus we hebben weer een tray melk mee. Nu we hier toch zijn. En mannagroen, want wij maken ook graag pap, 's ochtends. Cadeautje voor de buf, voor de party vanmiddag. Een leuk plantje met 3 hyacintjes. En dan gaan we naar Erik Schelper. En we gaan eerst nog even naar Jemma Fix, geloof ik, hè? Ja. Wat was het ook weer wat je moest hebben dan? De gordijnen. Oh ja. Ja. We hebben een mooie oplossing voor de lelijke rolgordijntjes in de keuken. Nieuwe lelijke rolgordijntjes. Maar zwarte, zonder vlek. Heel langzaam gaan we weer aan de keuken verder. Nou, we zijn op weg naar Erik Schelpen. Even de oude spulletjes afgooien. Snel naar binnen. Checken wat er allemaal is. Als het heel druk is, dan gaan we gelijk weg. Eentje verder. Dit is de Big Mangze. Erik Schelpen. Second hand. Er staan aardig wat autootjes. Maar niet vol. Over het algemeen is er helemaal geen parkeerplaats. Maar zo erg is het ook. Ik denk dat je hem om moet rijden. Want er staan er een paar in de file. Dat duurt uren. Right. Dat doet eigenlijk nooit iemand. Mensen zijn zo volgzaam hier. Dat zijn we nooit geweest. Right. Nou, zitten we gewoon lekker hier zo naast of zo. Om staan. Daartussen. Dit zijn 2 rijen. Helemaal goed. Oh, die is wel erg vies. Dat was hem. Buiten die kleine. Die staat op het punt om te springen. Ja? Hij heeft een harde kop. Hij heeft een harde kop. Ja. Het is een pup. Ja. Oké. Okay. Moet ik ook niet. Nee. Nou. Nou. Troep weggooien. En nieuwe troep erin. Zo gaat het meestal. Nou, we rijden bij Erik Schelpen weg. En een wagen volgeladen. We hebben voor 3 tientjes een hoekkast gekocht. Dat is een ouwertje. Dus die gaan we schilderen. Troep! We komen nog maar meer troep thuis dan dat we weggaan. Dat is niet te geloven. Ja, geen idee. We gaan op je huis. Kunnen ze die troep laten? Nou, we hebben in ieder geval een kast waar we weer troep in kunnen doen. Dus dat is wel weer mooi. Handig. Naar huis. Nou, we zijn er bijna. Goeie.
zijn een dag verder. Het sneeuwt sneeuw-ijs. Een combinatie van beide. En het is pak sneeuw. Die ligt, even laten zien. Centimeter of... ja... centimeter of 5 sinds vanochtend. Het ziet er naar uit dat het blijft sneeuwen. Dus als het zo heel erg koud is, dan hebben we vaak heel stabiel weer. Natuurlijk logisch, want dat zijn hoge drukgebieden. Maar met dit soort temperaturen is het vaak nat. Zoals nu. Sneeuw, sneeuwregen, dan weer sneeuw. Van alles tegelijk. Het leven gaat gewoon door. Goed zo, lieve schat. Kom maar, lievertje. Kom. Pinky. Kijken of hij een poepie wil doen. Er hebben wel al auto's in gereden. Maar dat zijn grote sporen. Waarschijnlijk een tractor. Het is wel weer mooi. Als je mij nou vraagt wat ik het mooiste vind, dan is dat dit. Dat is vergeleken bij dat donkere, grauwe, herfstachtige weer. Waarbij al het groen eigenlijk bruin is geworden. Dan vind ik dit mooier. Het is alleen lastiger doorheen komen. Dat is het enige. Kijk waar die is. Daar. Dat kastje was een donkerbruin kastje. Ik heb hem heel even laten zien in de auto. Ik ben hem eigenlijk vergeten te filmen daarna. Oké. Okay. Pinky wil terug. Hij houdt zijn lijntje vast. Hij zegt die kant op graag. Prima. Ik heb alle verf op waterbasis bij elkaar gegooid. Dat is een mengelingetje van een soort lichtgroen-grijs geworden. Beetje in de kleurtonen, en dat kan ook niet anders, van onze kamer en keuken. Want die verven hebben we nu eenmaal. En het is een mooie dikke pasta nog steeds, dus er is niks aan de hand geweest. Ze hebben in het buitenhoek gestaan onder het balkon. En ik was eigenlijk, ik was daar een beetje van geschrokken. Maar het heeft min 21 overleefd. Dan zal het daar geen min 21 zijn geweest, maar het heeft er wel gevroren. De verf is goed en ik heb hem op de kast aangebracht. Die staat al in de kamer. Ik ben alleen nog met de deurtjes en de plank bezig. Ga ik jullie zo laten zien. Hier staan de deurtjes. Staat er één en ligt er een ander. Dit is de verf die wij hebben laten maken voor de keuken. Bij Colorama, hier in Zweden. Bij ons in Wetlanda. En ik heb hem gemengd met een grondverf die ik had. Die een beetje de kleur heeft van zand. Crème kleur. Die twee bij elkaar. En ik bleek die al gemengd te hebben met wat anders. Geven ongeveer deze kleur. En die is best wel heel mooi. Beetje grijs-groen. Nou, ik heb het raampje er niet uitgekregen. Ik dacht, om daar heel voorzichtig mee te zijn. Het ziet er naar uit dat iemand de moeite heeft genomen om er nieuw glas en lood in te maken. Het kastje, daar heeft iemand echt aan gewerkt. Op een nette manier. Op een zorgvuldige manier. Dus daar wil ik ook zorgvuldig mee omgaan. Dan had ik natuurlijk dat slotje moeten afplakken. Dat ga ik nog wel doen. Want dat is zonde als dat grijs wordt. Dus dat is mijn taak vandaag. En dan hoop ik dat de kast vanmiddag klaar is. Thank you.
had ik nog beloofd om even te laten zien hoe de kast eruit ziet. Hij is nog niet helemaal klaar, maar voorlopig vind ik hem erg leuk zo. Hetzelfde kleurtje binnen. Hij staat hier wel leuk. Hij doet het.